4200 kilometer van Schiphol naar Marokko en ook weer terug. Dat is de afstand die marathonloper Richard Botram in de afgelopen 3 maanden heeft afgelegd in de Wheel of Energy. Wie is deze man die rennend door het leven gaat met maar 1 doel voor ogen? Zoveel mogelijk aandacht en geld voor de strijd tegen kanker. Schiphol TV volgde Richard op de ochtend van zijn 100ste marathon. Het gebeurt maar 1 keer natuurlijk. Dus in dat opzicht is het zeker wel bijzonder. En het lopen van zo'n marathon gaat ook nog niet vervelen, na 100 keer. Nou ja, het mooie is als je op Schiphol staat, dan kom je iedere keer weer andere mensen tegen. De omgeving blijft wel hetzelfde, maar de omgeving is uiteindelijk toch gevuld met iedere keer andere mensen, met andere verhalen die even langskomen. Dus dat maakt het wel leuk. Kun je iets vertellen over jouw missie? Ja, uiteindelijk is de missie dat ik gezegd heb, ik wil iedere dag een marathon lopen. En niet zozeer als recordpoging of als wedstrijd. Maar wel om te laten zien als ik dat kan en als we dat kunnen met z'n allen, om het wiel in beweging te krijgen en te houden, wat kan er dan ook allemaal meer? En dan voornamelijk om mensen met de ziekte kanker een hart onder de riem te steken. We gaan! Naast Richard kunnen ook andere mensen in het wiel lopen en geld ophalen door zich te laten sponsoren door familie, vrienden of een bedrijf. Het geld dat gaat naar, specifiek naar inloophuizen van mensen met kanker. En er is nog niet een echt netwerk in Nederland wat dekkend is. Er zijn wel ruim 40 inloophuizen. Maar er zijn altijd nog blinde vlekken op de kaart in Nederland. En inloophuizen die doen ontzettend goed werk. Tijdens zijn dagelijkse marathon tegen kanker ontmoet Richard op Schiphol veel mensen die hun persoonlijke ervaringen willen delen met hem. Ja, dat kan natuurlijk niet uitblijven dat als 1 op de 3 met de ziekte kanker te maken heeft, die komen ook op Schiphol voorbij. En wat er nog wel het meeste geraakt heeft, is een 2-tal weken geleden dat er een jong stel van voor en in de 30 met 2 hele leuke kinderen, een dochtertje van 16 en een zoon van 2,5 jaar. En die vader die komt eventjes, stelt zich voor en heel geïnteresseerd. En toen wijst hij naar zijn zoontje en toen zegt hij, kijk, 2,5 jaar, dat is Jannik. En daar doe je het voor, zei hij tegen mij. Hij zei, want Jannik die is ziek en Jannik die gaat dood. Nou, dan ben ik wel even stil. En dan denk ik, ja, ik kan hem niet redden, maar het feit dat je samen, ja, met die emotie, dat je die kunt delen. Ik denk dan hebben we ons doel bereikt. Als je eenmaal meegemaakt hebt wat de ziekte kanker teweeg kan brengen, dan denk ik dat het voor de rest van je leven nooit meer zal rusten. In het Sheraton Hotel op Schiphol heeft Richard een kamer waar hij zich voor en na de marathon kan voorbereiden en kan uitrusten. En dan kan ik van hieruit mooi zien als andere mensen lopen. En naar de marathon ga je even douchen? Douchen en dan eventjes ga ik beneden wat eten. En dan daarna dan even rusten, even slapen. Een hazenslaapje. Laat je voeten zien, de onderkant, geen blaren? De onderkant? Nee, kijk, nou, het is gewoon helemaal top. Het zijn gewoon hele mooie voeten, al zeg ik het zelf. Het enige wat ik doe is een teensokje om een kleine teen. En dat zorgt ervoor dat ik daar geen blaren loop. Let's go, dat is die. We gaan. Richard, hi. Hey Richard, hi. Kunnen jullie een beetje inschuiven? Ja? Oké. Daar gaat hij. De kop is er al af. De Wheel of Energy staat tot 10 oktober op het Jan Dellardplein. Wil je meelopen? Dat kan. Meld je aan op wheelofenergy.org.